Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft adviezen gekregen over opschoning van het bestand van het Fonds voor Algemene Ouderdagsvoorziening en Koopkrachtversterking. Minister Ines Pané verklaarde eerder aan journalisten dat het nodig is het bestand op te schonen, zodat het fonds beter kan functioneren. De regering heeft gevraagd aan het ministerie van SOSAVO om na te gaan op welke manier het AOV-KKV-bestand kan worden opgeschoond. En hiertoe zijn er een paar adviezen. Voor alle AOV'ers dienen de vastgestelde KKV-criteria te gelden. Hiertoe vindt al de nodige screening plaats via de systemen van BIS en CEBUMA. Een alternatief is om de AOV te verhogen naar 1800. Hierdoor hoeven AOV'ers geen KKV meer aan te vragen. En hiermee komt een groot deel van alle administratieve rompslomp te vervallen. En ook nog het plaatsen van een oproep voor AOV'ers die thans KKV ontvangen en er vrijwillig afstand van willen doen. Desgevraagd zei de minister over de wet opvanginstellingen dat die wet reeds is geëvalueerd. Er zou volgens Pané al een rapport hierover beschikbaar zijn en nu al voorbereidingen worden getroffen om een raad te installeren die toezicht moet houden op de opvanginstellingen.